Een goedemiddag. Hopelijk kunnen jullie mij even verstaan. Even een check voor mijn collega Wilco. Kan jij mij horen? Ja hoor. Kijk, super. We kunnen even kijken of er al deelnemers erbij zijn. Die zijn er volgens mij ook inmiddels. Inmiddels 4 deelnemers. We wachten heel eventjes en dan gaan we zo van start. Altijd dure, lange seconden, 30 seconden zo'n beetje, en dan gaan we gewoon lekker starten. Ja, precies. Nou, laten we maar zo beginnen. Deelnemers, dankjewel voor het deelnemen aan dit webinar. Ik ben Maarten Buitink. Ik zal een deel van mijn presentatie hier weergeven. Dat zal ook mijn collega Wilke doen. We stellen ons straks nog eventjes voor. Mijn collega Benja zal de Q&A bijhouden. En dan zal ik ze verder nog even toelichten. Maar in ieder geval bedankt voor de aanwezigheid. We gaan het vandaag hebben over cyberweerbaarheid. Met name hoe je dat kan regelen binnen je organisatie. Nou, rondom NIS 2 uiteraard speelt het een en ander. Daar gaan we uitgebreid op in. En dat is natuurlijk een belangrijke wet of regelgeving die op ons afkomt in Europa, maar dus ook in Nederland en waar we met allerlei mee te maken hebben. Nou, als je kijkt naar de actualiteiten, dan hebben we denk ik wellicht voldoende artikelen inmiddels weer gezien met allerlei hackpogingen die helaas succesvol zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld Ticketmaster is een vrij recente, waar zo'n 560 miljoen klantgegevens blijkbaar te koop is voor een paar honderdduizend dollar. Nou ja, dat zegt al wat voor impact dat dan heeft als zoiets naar voren komt. Nou, wij worden steeds digitaler in onze samenleving en de wetgever heeft ook gedacht, hey, daar moeten we ook met de wet of regelgeving mee rekening gaan houden. Nou, hoe digitaler de samenleving, hoe groter natuurlijk de impact is en de afhankelijkheid van digitale middelen als iets niet werkt of onbeveiligd is. Nou, en daarom is er nu een wetgeving gekomen, de NIS 2, die zal wellicht eind dit jaar effectief zijn. Op dit moment is de wetgeving in consultatie. Dat houdt in dat u nog tot 2 juli kan reageren op bepaalde wetteksten. Nou, het is vandaag 4 juni, dus dan hebben we nog zo'n 40.000 minuten om nog een vraag te kunnen stellen rondom die wetteksten. Nou, onze presentatie duurt ongeveer zo'n 60 minuten, dus dan heeft u nog ruim de tijd om nog aanvullende vragen te kunnen stellen. Nou, even wat huishoudelijke mededelingen. Het webinar wordt opgenomen en kan ook later nog worden verstuurd aan de deelnemers. De presentatie kunt u nog per e-mail van ons verwachten. En in het webinar kunt u vragen stellen via de Q&A. Gebruik van de microfoon is niet mogelijk in dit webinar. Als u een vraag heeft, dan kunt u die uiteraard tegelijk stellen in de Q&A. Mijn collega Benja zal hem of mij of Wilco aanspreken om even daarbij stil te staan. Aan het eind hebben we ook nog ruim 10 minuten ingeschaald voor eventueel beantwoorden van vragen vanuit de Q&A. Dus daar hopelijk kunt u uw vraag meteen stellen. Wilco zal de slides bedienen en af en toe, als ik het verhaal neem, zal ik hij een signaal van mij krijgen om even op een knop te drukken dat we naar de volgende pagina zullen gaan. Nou, dan nog heel kort mezelf. Maarten Buitink, zo'n 19 jaar in het vak voor IT Audit IT Advies. En dan werkzaam binnen de IT Audit IT Security hoek. En ben betrokken bij veel klanten rondom cyberweerbaarheid en ook helaas geslaagde hackpoging om wat te noemen. En ik heb vanaf MKB tot lage overheden tot grote verzekeraars mogen bedienen al die 19 jaar. Dus ik heb verschillende smaken van dichtbij mogen bekijken. Nou, dan geef ik zo direct het woord aan Wilco. Die kan zichzelf uiteraard veel beter voorstellen dan mij. Die zal de agenda laten zien en het stukje van mij af. Ja, dankjewel Maarten. Wilco Brouwers. Ik werk bij Baker Tilly als director, collega van Maarten, ook op het onderwerp informatiebeveiliging. Ruim 20 jaar ervaring. Op dit moment ook, dat heb ik een beetje opgebouwd in de corporate wereld. Dus heel veel kaders daar leren kennen rondom het onderwerp informatiebeveiliging. En ik pas het bij Baker Tilly nu toe in ook met name middelgrote en kleinere ondernemingen. Om hen klaar te maken voor kaders, te zorgen dat beleid op orde is, procedures op orde en soms ook certificeerbaar te maken. Dat is een beetje mijn werkomgeving. En leuk om met jullie het over NIS 2, of de cyberbeveiligingswet, mogen we hem inmiddels noemen, te hebben vandaag. We hadden deze agenda verzonnen. Nou,
eerst even toch kort ingaan op de status van de wetgeving die op het gebied van cyberweerbaarheid en weerbaarheid in algemene zin vanuit Europa op ons wordt uitgestort. Dan zoomen we even in op de kernelementen van de cyberbeveiligingswet, waarbij dus nog niet alles zeker is. We denken dat dat pas in de loop van 25 echt helemaal zeker is. Maar het belangrijkste, dus daar ruimen we ook ruimte uit voor in, is het derde onderwerp wat wij vinden wat je nu gewoon al kan gaan doen. Of wat je zelfs al had moeten doen, eerlijk gezegd. Maar in ieder geval een verstandige start van activiteiten die los van discussies die nog over die wetten zullen volgen, die gewoon opgepakt kunnen worden. En daar hebben we, als het goed is, ruimte over voor vragen en afronding, los van de Q&A. Want stel die vragen gerust tussendoor, dan kunnen we wat dichter bij een onderwerp al gelijk even op jullie reageren. Nou, om te starten met de wetgeving op dit gebied. De Europese wetgever, die heeft een tweetal echt belangrijke wetten verzonnen op het gebied van weerbaarheid. Vanwege gewoon de bredere dreiging in de wereld. En dat is niet alleen cyber, maar dat weten we allemaal, dat zit ook op het gebied van fysieke bedreigingen. Rondom klimaat, rondom oorlogen. En je ziet dat de EU dat gesplitst heeft in twee richtlijnen die allebei nu dus ter consultatie liggen. De eerste is de Critical Entities Resilience Directive, de CER-richtlijn voor met name fysieke dreigingen. En de tweede is de NIS2, de Network and Information Security Directive, die echt slaat op de digitale cyberrisico's voor netwerk- en informatiesystemen. En daar zitten ook uiteraard fysieke dreigingen in. Dus die fysieke dreigingen die echt slaan op die netwerk- en informatiesystemen en de fysieke omgeving. Ouderwets gezegd het slot op de deur van het rekencentrum. Maar die fysieke dreigingen die vallen onder de NIS2. En alles wat er fysiek overblijft, dat valt onder de CER. Nou, je ziet ook in de consultatie die nu loopt, de wetgever die doet best zijn moeite om die verhouding tussen die twee richtlijnen helder te krijgen. Maar dat is nog wat fuzzy. Die bovenste, voor jullie wellicht bekend, in wetgeving die al langer liep, hè, de WBNI, Wetbeveiliging Netwerk en Informatiesystemen bijvoorbeeld, met vitale aanbieders in Nederland, met name dus op het gebied van energievoorziening, watervoorziening, dat soort zaken. Die wet wordt vervangen door de CER eigenlijk. En je kan daar aangewezen worden als een vitale aanbieder. Dat heet dan nu een kritische entiteit. En dan val je eigenlijk voor je digitale omgeving ook gelijk in de NIS2. Nou, die verhouding, daar komen we straks nog even op terug. Dat zal dit jaar nog veel duidelijker moeten worden. Maar het zijn in ieder geval twee wetten die ook in Nederland zullen gaan gelden. En hoe heten ze dan in Nederland? Nou, de twee wetsvoorstellen die nu voorliggen zijn voor het CER, de Wet Weerbaarheid Kritieke Entiteiten, afgekort in de WWKE. En voor de NIS2, met name het onderwerp van dit uurtje, wordt dat de Cyberbeveiligingswet, CBW. En die consultatie, zoals Maarten zei, die loopt nog even. Wat is die tijdslijn voor die wet? Nou, dat is rechtsboven is de laatste stand, hè, die de wetgever ons heeft meegegeven. Waarbij we nu dus op het moment van de zomer 24 zitten voor de internetconsultatie. Die is al wat uitgelopen, want die had eigenlijk al in Q1 moeten gaan starten. Dus de overheid heeft ook al gecommuniceerd dat zij 17 oktober, wat van origine stond, van nou dan zou die wet akkoord moeten zijn, zou die voorgelegd moeten worden aan het parlement, zodat die per 1/1/25 ook echt vastgesteld en ingevoerd is. Nou, daar hebben ze al een waarschuwing voor afgegeven, hè, dat in ieder geval die oktober voorleg aan parlement zal hem niet gaan worden. Dat wordt later. Dus waar die dan begin 25 ook echt als wet ingevoerd kan gaan worden, is nog onduidelijk. Wat nu een beetje in die voorstellen ook te lezen is, is dat die invoering van de wet en het dus ook voldoen aan die eisen, dat voor organisaties die al vielen, dus als vitale aanbieders onder die oude wetten, daar mogelijk wel zal gaan gelden dat zij toch al aan die nieuwe standaarden van de NIS2 gehouden worden, ook al is de wet nog niet vastgesteld per 1-1. En dat voor alle andere organisaties geldt dat die ergens in 25 zal gaan gelden. En ja, voor die
vitale aanbieders is al gezegd van nou dan als die per 1 in als je eraan gehouden wordt, denk wel een invoertermijn van 9 maanden tot 1 jaar. De rest zal daar dus in de loop van 25 zal de stopwatch voor die andere pas ingaan. Maar duidelijk is nou, dat in de loop van 25 die helderheid er heus wel zal komen. En dat je dus eind 25, begin 26, als je geen vitale aanbieder bent, er toch ook echt wel aan gehouden gaat worden. Er is dus wat onduidelijkheid om termijnen, maar ook onduidelijkheid, want er zijn natuurlijk organen in de wetsvoorstellen benoemd die je ook moeten gaan helpen. Het Nationaal Cybersecurity Center wordt daar heel veel aangehaald. Wanneer zij in hun rol komen en ook echt organisaties kunnen gaan helpen als je vragen hebt, nou dat is nog een beetje onduidelijk, maar de verwachting is wel dat die per 1-1-25 gewoon wel met allerlei campagnes zullen starten en de vertaling van de wet zover die staat voor ook niet vitale aanbieders, niet kritische entiteiten wel op zullen pakken. Nou, dat is even over de twee wetten, de wetsvoorstellen die er liggen en de tijdslijnen. Ik weet niet, misschien Wenja, ja, heb jij al vragen in de Q&A op dit moment hierover? Nee, nog niet. Nee, oké. Nou, dan ga ik over naar het tweede onderdeel om in ieder geval even in te zoomen op de NIS 2. Of eigenlijk kunnen we hier al wel zetten de cyberbeveiligingswet. Ja, dankjewel. Ja. Nou, we hebben net al een stukje wetgeving toegelicht. Wat verandert dan eigenlijk voor de organisatie in Nederland, om het zo maar even uit te drukken? Nou, simpelweg gezegd, er komen steeds meer organisaties in de rijkwijde van die nieuwe wet en regelgeving. En ook sectoren worden groter. Dus wat we hebben daar vertaald, naar dat de scope wordt groter en het toepassingsgebied wordt groter. Een derde, en dat kun je een beetje vergelijken met de AVG-wetgeving een aantal jaren geleden, komt er ook een boeterisico. Die was er al voor de NIS 1, maar die wordt ook hoger. En dat wordt geënt op een aantal typologieën. Nou, daar komen we straks nog even op terug. Wat vooral denk ik belangrijk is dat niet iedere organisatie er meteen invalt. Ook hier heeft de wetgever gekeken naar, ben je nou bijvoorbeeld een grote organisatie? Dan moet je denken dus bijvoorbeeld aan 250 personen of meer. Een jaaromzet van 50 miljoen of meer of een balans totaal. Nou, dat soort cijfers zijn wereldwijd gewoon goed te vinden, hè, waar de wetgever nu naar kijkt. Maar bijvoorbeeld ben je een klein en een micro-organisatie, dan val je wellicht niet onder de NIS 2. Dus ook hier zijn er nog wel wat ontsnappingsmogelijkheden, zo gezegd, zeg maar, vanuit de wet of regelgeving. Op het moment dat jij een MKB-organisatie bent, dan zou je vrij snel best de gevolgen kunnen ontdekken eigenlijk van deze NIS 2 wet en regelgeving. Maar als je kijkt naar die boetes bijvoorbeeld, niet alleen worden die boetes hoger, dan kun je denken aan zo'n 10 miljoen euro op het moment dat je als essentieel wordt aangemerkt. Ik laat er straks even zien wat het inhoudt. Maar ook bijvoorbeeld 2% van de totale jaaromzet. Nou, voor een belangrijke entiteit, laten we zo even zien, is dat een andere bemoeten zien. Maar ik denk ook wel veel belangrijker is ook dat bestuurders inmiddels ook door die wetgeving persoonlijk aansprakelijk zouden kunnen worden gesteld. Als ze op grond van de verplichting uit de richtlijn niet dat hebben gerealiseerd wat je had mogen verwachten. Dus ook bestuurlijke aansprakelijkheid wordt echt gewoon in deze wetgeving gekenmerkt. Nou, daar zal Wilco straks nog even wat op toelichten. Wilco, zou je naar de volgende pagina even kort kunnen gaan? Er is nog even een vraag over de vorige slide. Ja. Pieter, die zou graag wat verduidelijking hebben met België. Wat met België, wordt er gevraagd. Nou, in België speelt uiteraard die wetgeving daar ook. En de landen mogen lokaal nog een smaak zeg maar, toevoegen. Wat er in een land lokaal relevant zou mogen zijn. Ik weet niet precies het verschil tussen België en Nederland. Wellicht heel bij Wilco misschien wel. Wij richten natuurlijk ons met name natuurlijk op de Nederlandse entiteit. Nou, op het moment dat wij merken bijvoorbeeld vanuit onze klanten dat we ook een moederorganisatie hebben met een dochter in België. Dus we zullen uiteraard met onze Belgische collega's van BKT natuurlijk in conclave gaan om te kijken wat wijzigt er. In grote lijnen, het belangrijke, die entiteiten, die verschillen waar we zo direct op terugkomen, ja, dat zal ook in België gelden en dergelijke. Ja, de verwachting is dat die criteria, wat de EU wil echt de wetgeving harmoniseren, dat is ook goed, dat die criteria wel vergelijkbaar in alle lidstaten ingevoerd zullen worden. Dus ook de grote criteria bijvoorbeeld. Ja, eens. Ja, deze slide, ik had net al gezegd essentiële entiteiten en belangrijke entiteiten. Nou, je ziet daar het woord bijlage staan. Dat heeft niet zozeer bijlage met dit document te maken.
Dat is de bijlage in de wetgeving eigenlijk. Hier aan de linkerkant, wanneer ben je een essentiële entiteit? Nou, er zitten natuurlijk wat regeltjes voor op het moment dat jij de omvang van omzet en balansvertaal, wat ik net kort uitlegde. Maar in principe is het zo, op het moment dat je jezelf als organisatie herkent dat je actief bent, bijvoorbeeld in het drinkwaterproces of bij overheidsdiensten, denk aan gemeentes. Ja, dan vooral je eigenlijk al vrij snel in het bakje essentieel. Zit je bijvoorbeeld in afvalstoffenbeheer, rechts midden, dan kun je weer kijken naar de belangrijke entiteit. Nou, en dat heeft wel impact, zeg maar, op hetgene wat je daarmee beoogt te bereiken, ook vanuit de wetgeving. Bijvoorbeeld heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken aangegeven, nou, ik vind dat alle gemeentes bijvoorbeeld primair als overheidsdienst moeten worden geclassificeerd en dus een essentiële entiteit. Nou, dat houdt in eigenlijk dat het toezichtregime verstevigd wordt bij een essentiële entiteit. Daar wordt eigenlijk gezegd, je hebt gewoon een auditor, en dat kan het Rijksdienst voor Infrastructuur zijn, het RDI, die je zeg maar gewoon toetst. Dat kan bijvoorbeeld ieder jaar zijn of vooraf van iets. Op het moment dat je een belangrijke entiteit bent, kan je ook getoetst worden. Maar pas als er wel signalen zijn dat er iets niet goed gegaan is, dat je bijvoorbeeld niet cyberweerbaar bent geweest, dat er een grote hack heeft plaatsgevonden, dat dan op dat moment de toezichthouder meent om daarna te kijken. Nou, je hebt hier deze plaatjes uiteraard, maar er zijn ook een link van de overheid is ter beschikking gesteld. Dan kun je met een x-aantal vragen door een soort van beslissingsboom heen lopen. En dan kun je zien of je als organisatie eventueel gaat vallen onder essentieel of belangrijk. En dan zou je bijvoorbeeld ook zien hoe het met de zorgaanbieders is geregeld. Soms is het bijvoorbeeld bij een laboratoria, dan is het voor jezelf de vraag, ja, pas ik dan in welk kokertje? Nou, daar biedt zeg maar ook die tool natuurlijk een handreiking in. Dan links erin zie je nog het CER. Oh, sorry, eentje terug. Ja, dankjewel. Het CER is, als het CER kritisch is, hè, als je dan al onder die wetgeving valt, dan is twee eigenlijk meteen een no-brainer. Dan val je ook onder het essentiële toegepassingsgebied van minister 2. Als we dan naar de volgende slide kunnen gaan, Wilco. Ja, super. Nou, wat wij merken ook in gesprekken met onze klanten, wordt heel snel gezegd over de kantoorautomatisering, om zo maar even te roepen, of bijvoorbeeld het financiële systeem, het ERP-pakket en dergelijke. Nou, de NIS 2 gaat eigenlijk over alles wat relevant is en dus ook wellicht procesautomatisering. Bijvoorbeeld bij organisaties die een fabriek hebben, dan zie je steeds vaker wat wij noemen operationele technologieën draaien. Machines die worden aangestuurd door systemen. En op het moment dat dat uiteraard niet meer draait, heeft het natuurlijk direct impact op de bedrijfsvoering, maar ook wellicht voor BV Nederland, zo gezegd. Nou, hoe kun je dat inzicht daarin krijgen? Nou, er is bijvoorbeeld een norm, het IEC 62443. En die is speciaal ontwikkeld om binnen de operationele technologie, OT eigenlijk afgekort, te kijken hoe je daar nou eigenlijk de cyberweerbaarheid van toepast. Nou, die kun je hanteren, maar er zit uiteraard wel een gelaagdheid in. Je kan bijvoorbeeld een asset owner zijn. En dat houdt eigenlijk in dat je bijvoorbeeld de eigenaar bent van een productielocatie of een object. Bijvoorbeeld een fabriek, wat ik net aangaf. Nou, het kan ook zijn dat je vanuit die wetgeving, vanuit wetgeving altijd al wordt gezien als een aanbieder van essentiële diensten. Dan val je al onder een verhoogd regime. Nou, als je een asset owner bent, dan kan je wellicht ook nog een system integrator zijn. Dat is de tweede bullet. En dat is eigenlijk een partij die in opdracht van de asset owner de installatie van die operationele technologie verzorgt, implementeert, onderhoudt en dergelijke. Dus dat is ook een belangrijke rol die je wordt onderkend. En als laatste heb je uiteraard de leveranciers zelf van dit soort systemen. Die kunnen ook vallen onder procesautomatisering. Nou, waarom zeggen we dit eigenlijk? OT wordt steeds belangrijker bij organisaties. Natuurlijk van type organisatie, ben je nou fabriek of een andere organisatie, dat bepaalt natuurlijk het een en ander. Maar ook daarin kun je met elkaar zien van waar staan we op dat gebied. En we komen straks op een raamwerk terecht waar we dat wat verder toelichten. Maar ook deze norm werkt eigenlijk met beveiligingsniveaus. Nou, eigenlijk vier niveaus, zowel in de beveiliging als op het volwassenheidsniveau. En beveiligen moet je met nadenken aan risico's. Bijvoorbeeld level 1, om een voorbeeld te geven, dat beschermt tegen accidentele menselijke fouten. Ga je helemaal naar het andere spectrum, je zit in punt 4. Dan word je echt beschermd tegen opzettelijke aanvallen met geavanceerde methodieken, uitgebreide middelen, specifieke vaardigheden en hoge motivatie. Nou, dat is het spectrum van beveiligingsniveaus. En als je kijkt naar volwassenheidsniveaus, ook herkenbaar wellicht bij organisaties, dan is dat het initiële proces. Er is eigenlijk niks geregeld of ad hoc. Het een en ander geregeld, dat zeggen we vaak niveau 1. Tot met niveau 4,
Ja, de processen, procedures, die zijn er, zijn geïmplementeerd, worden organisatiebreed gevolgd, dus binnen de gehele organisatie, en ook continu verbeterd. Het meest extreme spectrum aan de rechterzijde, zeg maar. Nou, deze wet en regelgeving, deze toepassing, kan je dus helpen om die duidelijk te noemen. Enerzijds, wat is mijn beveiligingsniveau, wat voor risico zie ik eigenlijk, en hoe volwassen ben ik nou eigenlijk? Ik ga naar de volgende pagina. Nou, dan komt er een paar pop-upjes. De zorgplicht, meldplicht en toezicht, dat zijn de belangrijkste elementen eigenlijk van de NIS 2, de kernverplichtingen. Registratieplicht hebben we bewust wat kleiner gemaakt, is ook belangrijk, maar het gaat vooral om de bovenste drie. De zorgplicht zal Wilco zo verder uitdiepen. Ik zal even over de meldplicht hebben. Op het moment dat er bijvoorbeeld nou iets gebeurt binnen je organisatie, dan moet je dat melden. Nou, minimaal 24 uur. Dat moet je melden bij het CCRT onder andere. Maar vervolgens is natuurlijk de vraag van wanneer moet ik nou iets melden? Nou, dan kun je een beetje te vergelijk trekken met het AVG. Ook daar heb je een beslissing. Moet ik iets melden of moet ik het eerst intern oppakken? En wat een incident zou kunnen zijn, kun je scharen als bijvoorbeeld het aantal personen dat door de verstoring is geraakt, de tijdsduur van de verstoring en de mogelijke financiële verliezen. Nou, dat zijn voorbeelden van hoe je zelf kan indiceren van is dit een melding die je moet maken of niet. Nou, op het moment dat je dat dan doet, het is dus een significante melding, dan moet je ook eigenlijk binnen 72 uur een rapportage over kunnen handigen, wat op dit moment de situatie is en informatie die bekend is. Maar binnen een maand moet je gewoon geacht te worden het eindverslag te kunnen rapporteren over wat er nou precies gebeurd is. Nou, er is uiteraard hulp en ondersteuning van diverse partijen, net al door Wilco ook genoemd. En ook bij het watermanagement, het IBD, komt daarin op bijvoorbeeld. Dus mocht je in zo'n sector vallen, maak er uiteraard gebruik van. Er is al best veel ook gepubliceerd inmiddels door dit soort organisaties. Maar dan zit je nog steeds in het meldplicht. We hebben net al genoemd, het toezicht is verschillend of je nou essentieel bent of belangrijk. Hè? Essentieel, dan komt er gewoon een audit op je af. Belangrijk kan het zijn als je dus achteraf blijkt niet te voldoen aan de wet en regelgeving. En je hebt diverse instanties die dat mogen gaan uitvoeren. En waar RDI zal een hele belangrijke zijn. Maar ook inspectie van gezondheidszorg en jeugd zal ook een relevante toezichthouder kunnen zijn in die bepaalde sector onder andere. Nou, je ziet uiteraard de boetes hier weer kort opgeschreven. En de registratieplicht. Men moet uiteraard wel weten wat voor type organisatie je bent. Welke gegevens beschikbaar zijn om daarmee te kunnen bepalen hoe relevant het gaat zijn straks als je melding zou moeten maken. Dat is denk ik het belangrijkste wat ik even kort wilde aangeven. Dan neemt Wilco het even over voor de zorgplicht. Ja, de zorgplicht die staat al genoemd risicoanalyse en beheersingsmaatregelen. Nou, natuurlijk heeft de wettekst heeft wel in een artikel een opsomming staan van organisatorische en technische maatregelen die men verwacht te nemen. En men verwijst daar dan ook naar de mogelijkheid om hiervoor sectoraal of op een andere manier normen te gaan hanteren. Nou, we komen straks even op een plaatje met normen die op dit gebied beschikbaar zijn. En die wij verwachten die wel leidend zullen gaan worden. Maar de set van maatregelen die genoemd worden, dat is deze top 10. Met niet verrassend natuurlijk de risicoanalyse aan de voorkant. En als je dan rechts kijkt, het kader wat daar staat, is overal doorheen. Dat staat niet als een specifieke maatregel, maar overal doorheen wordt de governance heel belangrijk gevonden en de rol van de bestuurder. Waarbij bestuurders gewoon meer betrokken moeten zijn, zelf verantwoordelijk worden gehouden en aandacht besteden aan kennisniveau en de naleving van het beleid. Maar daar kom ik zo even afzonderlijk op terug. Op dat vlak, als je de lijst van 10 doorloopt, nou dan zien wij dat veel organisaties hier ook al wel mee bezig zijn. Dat dat ook al in heel veel kaders opgenomen is, van de BIO tot de ISO, de NEN 7510. Kom ik zo nog even op terug, maar... De grootste verandering hè, die er zit als je de stap naar NIS 2 maakt en waar we organisaties mee zien worstelen is aan de risicoanalyse kan toch alles in kaart hebben. Dus gewoon weten waar alles is en dat het bestuur ook zichtbaar betrokken is om dat inzichtelijk te hebben en dat ook goedkeurt. Toch leveranciersmanagement, want dat is wel een accent tussen 4 en 5. Er wordt wel heel veel gekeken naar uiteraard IT-dienstverleners en de contracten die je daarmee hebt en de verwerkersovereenkomsten. Maar gewoon toeleveranciers in je keten die ook koppelingen hebben aan jouw netwerk om bestellingen te plaatsen of om data op te halen of te lezen. Daar wordt nog
Zeker in relatie met, met dat punt 1. Dus ken je nu je risico's en wat daarvoor data op en neer gaat. Daar is echt wel een belangrijke slag te maken. Zeker als operationele technologie ook in de scope komt. Want kijk maar naar zorginstellingen bijvoorbeeld. Allerlei leveranciers van medische technologie. Maar heb je nou onder dat kopje 4 echt in de gaten wat daaraan datakoppelingen plaatsvinden? Of gewoon voor de beschikbaarheid van sensoren. Dat is vaak niet goed in kaart. Dus dat is een belangrijk aandachtspunt. En punt 7 wil ik even wel benadrukken. De basispraktijk op het gebied van cyberhygiëne. Daar wordt ook verwezen naar allerlei normenkaders die al bestaan. Daar heeft ook in Nederland circuleren er wat lijsten, kom ik zo nog even op terug. Maar daar zitten wel belangrijke zaken in op het gebied van, die wordt ook apart onder 10 benoemd, toegangspaden tot systemen. Onder de NIS 2 zal bijvoorbeeld die extra factor zal alleen maar zwaarder voorgeschreven gaan worden. En ook een stuk opleiding, awareness, bewustzijn, training van medewerkers, waar gelukkig veel organisaties al wel mee gestart zijn. Dat zal ook wat zwaarder aangedikt worden. Maar deze hele lijst, die is in ieder geval nu ook in de cyberbeveiligingswet overgenomen en in de memorie van toelichting al iets meer uitgelegd. Deze wordt nog wat minder uitgelegd en daar wil ik toch even op inzoomen, de betrokkenheid van het bestuur. Er wordt dus verwacht dat bestuur betrokken is bij risicoanalyse, risico's helder krijgen en de monitoring. Dus is er nou een passend inzicht in onze risico's? Is daar passend beleid op en maatregelen? En hoe zien we dat die maatregelen ook werken? Dus de periodieke scans, de activiteiten van je netwerkbeheerders, de incidenten die binnenkomen, die geblokt worden, daar moet het bestuur gewoon van op de hoogte zijn. Dat moeten zij ook begrijpen. Dat staat rechts, dus het kennisniveau moet wel een tandje hoger dan wat er nu aanwezig is. Ook voor commissarissen geldt dat overigens. Dus je ziet dat bestuur als term, dat ook in de cyberbeveiligingswet al verruimd wordt in de verschillende lines of defense die een organisatie kent. Dus ook een commissaris die moet hierin betrokken zijn en daar kennis van hebben. En wat er nu dus een beetje boven de markt hangt, dat staat onderaan. Wat voor aansprakelijkheidsregime komt er nu voor het bestuur? Als je hier toch incidenten hebt en er blijkt uit een onderzoek dat een organisatie daarin tekortgeschoten is en ook het bestuur heeft zitten slapen. Dat regime onder bestuursaansprakelijkheid, dat wordt nog wat, dat zal nog wat duidelijker moeten worden. Maar het staat in ieder geval al wel zwaarder in de cyberbeveiligingswet. Wat we als laatste in dit blok, dat is een hele grote slide. Ik ga even de accenten met jullie na, maar wat we toch even mee willen geven. Wat zijn nou kaders die al geschikt zijn? Als je zegt van aan welke maatregelen, hoe kan ik die maatregelen concreter maken? Natuurlijk links zijn de BIO, de NEN 7510 en de ISO 27001 al goed beschikbare kaders. Overigens allemaal ook de ISO 27001 is in 2022 in een nieuw jasje gekomen. Met al meer aandacht voor procesdenken en ook cyber. De 7510 volgt in dat kielzog dit jaar. Dus daar komt de nieuwe versie 4 in 2024. Die eigenlijk gewoon de voorschriften van 27001 ook opvolgt. En de BIO is natuurlijk ook. De BIO 2.0 zal eind 2024 het licht zien. En daarin heeft de staatssecretaris in ieder geval al meegenomen. Dat zal wat vertraagd worden met de kabinetsvorming wellicht. Maar om die NIS 2 ook hierin mee te nemen. En om de BIO ook meer wettelijk vast te gaan leggen. Conform de NIS 2. Wat voor vorm dat gaat krijgen. Hij wil het dan ook wat zwaarder gaan verankeren onder de ENSIA. Toetsingsmethodiek voor lokale overheid. Dat zal in die BIO 2.0 zijn vorm krijgen. Maar die linkerkolom is dus ook nog wel in beweging. Helder is wel dat wat daar niet beschreven wordt en wat de NIS 2 meer vraagt in die middelste kolom. Dat zit echt in verzwaring van incidentmanagement. Dus voor je responskant, hoe ben je paraat, hoe leer je van incidenten? Hoe verzamel je bewijsmateriaal als het misgaat? Vereiste aanlogging en dat soort zaken. En wat, dat is die meldplicht, wat meld je gelijk bij de verschillende stakeholders? Dat zit echt extra in NIS 2 voor cyberincidenten. Ook breder continuïteit dan alleen informatie, wat toch in die linkerkolom vooral zit. Meer aandacht voor crisisbeheer als er dingen ook misgaan aan de operationele kant. Allerlei processen in je keten misgaan. Dat is ten aanzien van bedrijfscontinuïteit. Dus je incidentresponsplan, je crisisplan zal breder moeten worden. NIS 2 zal daar meer eisen aan stellen.
Nou, NIS 2 zal ook een aantal extra cyberhygiëne maatregelen voorschrijven, waarbij we dus denken dat two-factor echt wel wat strakker, maar ook hoe beveilig je verbindingen, wat is nou je beleid daarop? Beschrijf nu eens goed wat je afspraken zijn en met je netwerkleverancier daarover. En wat ook daar noodsystemen zijn en wat er gerapporteerd wordt in de werking van dat soort maatregelen. Daar zal de NIS 2 ook extra voorschriften voor voorleggen. En wat al een paar keer genoemd is, alles ook van toepassing op operationele technologie. Nou, Maarten noemde net een fabriek als voorbeeld, maar ik kom zelf ook veel in de zorgsector. En daar zal medische technologie, sensortechniek, leefcirkels voor dementerende bejaarden, ik noem maar een aantal zaken, die gaan ook echt helemaal vol onder dit soort kaders vallen. Hè, waar je bij de 75-10 daar vaak toch wat, of je scoopt het uit of je besteedde daar minder aandacht aan, zal dat heel belangrijk worden. En als laatste eentje, ja, die wet hebben wij niet genoemd in het begin, maar aan IT-producten zelf. Daarvoor is ook een nieuwe Cybersecurity Act gelanceerd en een nieuwe certificering die daar ontstaan is. En onder de NIS 2 zal ook wel veel meer aandacht zijn aan als je bepaalde producten afneemt. En dat zal toch vooral aan die operationele kant, dat je zorgt dat die allemaal dat stempeltje hebben en dat je daarop toeziet. Dat zal ook echt wel iets extra zijn ten opzichte van die kaders links. Nou, wat we rechts hebben, wat al voorziet in dat extraatje, een hele belangrijke is het NIST framework, wat ook begin dit jaar in een nieuw jasje gegoten is, anticiperend op dit soort wetgeving, het NIST framework 2.0. Nou, daarover alleen, Maarten gaat er straks nog even wat verder op in, maar daarover alleen kun je al uren praten natuurlijk, maar het is een aardig om eens op te googlen, het is ook gewoon publiek beschikbaar. Maarten zal het straks nog wat toelichten. Nou, er zijn al allerlei kaders over hoe je recovery planning moet doen, ook allerlei voorbeelden van disaster plans en dat soort zaken. Ook de overheid zelf, het Digital Trust Center en het NCFC in Nederland heeft op het gebied van digitale weerbaarheid echt wel programma's en voorbeeldmateriaal beschikbaar. En wat ook druk gaande is, zijn natuurlijk sectorale uitwerkingen. Dus de IBD voor lokale overheden bijvoorbeeld die eronder gaan vallen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten, die zijn echt wel aan het nadenken van hoe kunnen we dit nu praktisch uitwerken. Ook het zorgcert voor de zorgsector. Maar die liggen nog niet op de plank hoor, overigens. Zo optimistisch moeten we niet zijn. Dus als je nu een framework erbij moet pakken, is NIST toch het meest handige op dit moment. Komen we zo even op terug. Dat allemaal over wat die wet in de kern inhoudt. Wenja, even de checkvraag. Zijn er tussendoor hierop vragen binnengekomen? Nee, maar we lopen wel een beetje over de tijd. Ja, ik ga snel door dan. Dankjewel. Want we willen de stap gaan maken en daar wilden we 5 minuten eerder inderdaad aan beginnen. Aan wat kan je dan al doen? Nou, die start ik even op en dan haakt Maarten ook aan verderop in het traject. Wij hebben daar een 5-stappenplan voor. Waarbij toch wel even belangrijk is. Want Maarten die noemde al allerlei criteria, ook in de cyberbeveiligingswet. Het blijft belangrijk om te kijken van val je nu in essentieel of in belangrijk. Nou, de deelnemerslijst die we zagen voor vandaag, wij denken dat de organisaties in zorg, gemeente, lokale overheid, dat is allemaal wel voor bepaald dat die onder de NIS 2 vallen. Lokale overheid, qua overheidsinstantie en zorg ook grotendeels onder essentieel. Maar daar zit nog wel een grote criterium achter. Dus eerste is wel belangrijk om te bepalen waar je precies valt. Om dat zeker te stellen en hoe zwaar je eronder valt. Geldt ook vooral voor organisaties die qua grootte bijvoorbeeld in micro of klein vallen. Dus onder bijvoorbeeld 50 FTE-medewerkers en balans totaal minder dan 10 miljoen. Hè, die niet te snel moeten denken onder dit soort regelgeving van dan val ik er helemaal niet onder. Want de ketenpartners die dan wel met NIS 2 organisaties informatie uitwisselen, worden ook wel geacht eraan te voldoen. En wij denken ook dat je klanten je er ook aan zullen gaan houden. Dus die scope bepaling en hoe je onder zo'n NIS 2 valt en in welke zwaarte je wat gaat doen, is toch echt wel stap 1. Daar hang je natuurlijk ook gewoon je aanpak op. En dan is een eerste stap, nou, dat zag je ook al bij de maatregelen, een risicoanalyse doorvoeren. Nou, bij deze slide zal ik niet te lang stilstaan. Jullie kennen vast allemaal wel het feit dat je risico's in kaart moet hebben voor informatiebeveiliging.
Dat wordt wat breder onder de NIS, want dat moet je ook voor operationele technologie in kaart hebben. Er worden wel wat eisen gesteld dus aan de betrokkenheid van bestuurders. Afstemming met bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen van dit is onze wereld wat betreft IT en operationele technologie. Hier zijn wij onze risico's. En zo besluiten wij, dat is niet onbelangrijk, die stap 4, wat we eraan gaan doen. Bepaalde risico's moeten wij dekken wij contractueel af. Bijvoorbeeld het restrisico hebben we in kaart, maar dat accepteren we. Andere risico's willen we elimineren door bepaalde dingen niet meer te doen. Dat zijn allemaal termen die in de NIST 2 ook toegelicht worden. En zeker in het NIST framework. En waar je wat scherper dingen over moet afstemmen en vastleggen. Dus dat is een belangrijk startpunt. Even kijkend wat je kan doen. Even wat tips vanuit onze kant. Een belangrijk startpunt is natuurlijk, ja, populaire term, de CMDB, de Configuration Management Database. Je architectuurplaten, uitgevoerde scans, geel gearseerd is dat de wereld van operationele technologie daar nu ook echt bij komt. Dus weet waar welke sensoren hangen, waar welke camera's hangen, kijk naar de ontwikkeling van smart cities, waar bepaalde technologie in de straten letterlijk actief is. Dat komt allemaal extra op die CMDB. Dus hoe dan ook, ook al is die wet nog niet aangenomen, het betekent onherroepelijk dat je beter in kaart moet hebben en zo moet kunnen laten zien, hier draait deze technologie. Neem daar zeker de tijd voor. En ik denk dat ik het daar even voor laat, want op de volgende slide geven we ook nog wat tips van dat ook de overheid daar wel over nadenkt en in welke risicoklassen nou bepaalde technieken ook vallen. Het Digital Trust Center heeft er een aantal hele handige, ook voor kleinere ondernemingen, een aantal handige tools voor. Kun je het digitaal invullen en dan komt er ook echt wel wat uit, hè, met risicoclasses waar je wat mee kan. En onze tip is ook van, voer zo'n analyse echt niet alleen uit door IT-medewerkers, maar ook met mensen die met die technieken bezig zijn. Stem het dus af met het bestuur wat we eerder zeiden. En maak niet alles hoog, want wij zien de tendentie bij klanten om dan maar te zien van, nou zet hem maar op middel of hoog. Maar je kan echt wel onderbouwen waarom bepaalde risico's net een tikje lager zijn. En die risicoklasseindeling is een tip, maar ook de MAPGOOD-methodiek. Dat staat voor mensen, apparatuur, programmatuur, gegevens, organisatie, omgeving en diensten. Dat is gewoon een downloadbare lijst met een serie van dreigingen die je op mensgebied kan overkomen, op apparatuurgebied kan overkomen. En dat kan voor kantoorsystemen, maar ook voor operationele systemen toegepast worden. En dat is toch een handige lijst die je eens in bijvoorbeeld een workshop kan doornemen met betrokkenen. En die je een kapstok biedt om alle risico's, om zo volledig mogelijk te zijn in risico's die je loopt. En dan is de stap 3. Uiteraard ga op die risico's maatregelen treffen. We hebben hier een plaatje van de basismaatregelen die wij ook vanuit die framework zien op het gebied van cybertechnologie. En rood gearseerd zijn degenen waarvan we zeggen van, daar kun je echt vandaag gewoon al mee beginnen. Dat is ons advies om daarmee te beginnen. Die eerste hebben we net al even behandeld. Inventarisatie, weet wat je allemaal hebt draaien en maak een lijst van risico's en hoe je daarop zou en wat je daarmee zou willen. Op welke risico's heb je de grootste verlagingslast, om het maar te zeggen. De tweede is bewustwordingsactiviteiten. Dat heb je vast al in een soort awarenessprogramma draaien voor je medewerkers. Maar dit moet verbreed worden en ook wat zwaarder naar managers, bestuurders, naar commissarissen. Misschien ook wel naar je stakeholders in de keten. Zijn we met z'n allen bewust van hoe afhankelijk we van elkaar zijn? Dat is echt iets waar je nu ook al mee kan starten. En ja, verrassend misschien dat we die al rood arseren. Maar weet wat er gebeurt gewoon op je omgeving. Logging van systemen. Kijk daar nou goed naar. Want de NIS schrijft echt wel voor dat als je een incident overkomt, dat je responskant ook voor een belangrijk deel zit in controleerbaarheid van acties op je netwerk en in je systemen. En je hebt gewoon nu firewalls draaien. Je hebt netwerktoegang draaien. Je hebt mailservers draaien. Die allemaal verschillende opties hebben die vaak, zien we helaas, toch bewust uitgezet zijn. Op bepaalde risico's kun je prima dingen activeren. Dat je in ieder geval op tijd zaken ziet die gebeuren op die omgevingen. En als een leverancier dat voor je doet, spreek dat met je leverancier door. Want daar is veel winst te behalen, merken wij. Om gewoon bepaalde zaken goed controleerbaar te hebben.
wil niet zeggen dat je op die andere zaken nog niks kan doen. Die basismaatregelen die er bijvoorbeeld staan, daar zijn echt goede lijsten ook in Nederland voor, van wat je nou op het gebied van inlogopsystemen kunt doen, wat je voor encryptie van verbindingen kunt doen. Ga die zeker alvast na, maar ja, de ervaring leert dat je daar onbewust vaak toch al de slimme dingen hebt gedaan en dat dat meer kwesties van dat ook ophalen en op een rij zetten, maar dat op die rode gebieden dingen nog achterlopen. Dus begin daarmee, hè, zou ons advies zijn. Dat is even over de maatregelenkant die je al kan gaan treffen. En dan ga je uiteraard implementeren. En dat betekent dat je onder die veranderende omstandigheden en wetteksten maatregelen gaat invoeren en vaststelt dat die werken. Nou, dat is een voor de hand liggende, maar het enige wat wij hier mee willen geven is dat je zult merken als je in de loop van volgend jaar komt dat de zwaarte van de vereiste maatregelen nog wel continu in die wetgeving en toelichting erop en sectorale kaders bijvoorbeeld aan verandering onderhevig zal zijn. Dus wij denken wel dat je hier continu goed moet timen welke maatregel je op welke manier verzwaart of verlicht. Want ja, daar moet je dus de jurisprudentie tussen aanhalingstekens goed in volgen. Voor de rest zal je in volgorde van je risico-inschatting natuurlijk gewoon starten met de dingen die het meest achterlopen. Maar kan zijn dat je daar ja, een soort extra factor aan toekent in de volgorde der dingen. Wanneer in de sector bepaalde voorschriften beter bekend worden. Ja, en dan als je die maatregelen invoert, verbetert, zul je op een bepaalde manier moeten gaan monitoren. En daar neemt Maarten jullie ook graag even in mee. Ja. Monitoren, het is net al benoemd uiteraard dat ook bestuurders bijvoorbeeld persoonlijk verantwoordelijk kunnen worden gesteld, ook moeten weten wat er gebeurt eigenlijk binnen de organisatie op het gebied van cybersecurity. Nou, dat begint dus ook mee dat je dingen moet kunnen meten, maar wel ook inzicht moet gaan krijgen. Nou, maar wat wil je nou eigenlijk graag zien? Een IT-beheerder zal veel meer gedetailleerde informatie willen tot zich nemen rondom IT dan bijvoorbeeld een gemiddelde directeur of bestuurder, toch op een ander aggregatieniveau. En wat is nou het juiste niveau? Nou, als we kijken bij onze klanten, zien we eigenlijk doorgaans dat er eigenlijk überhaupt geen rapportage zijn. En als ze er zijn, dan zijn ze heel gedetailleerd. Nou, het is prettig voor een IT-beheerder, die kan er hopelijk mee lezen en schrijven. Maar voor een bestuurder of directie is het toch best lastig om dat te kunnen doorgronden. Ja, heb ik nou risico's of niet en moet ik daarop acteren? Nou, waarom zou je dashboards kunnen gebruiken? Enerzijds, je kunt met elkaar blijven praten over ontwikkelingen in de sector of dreiging in de sector. We hebben nu bijvoorbeeld te maken met Oekraïne en Rusland. Dat was een x-aantal jaar geleden nog niet. Dat raakt ons ook. Twee, je kunt de effectiviteit van de getroffen maatregelen, daar kun je over rapporteren. Daar kijkt ook het toezichthouder naar bijvoorbeeld. En drie, wat we vaak zien is dat als klanten zeggen van hey, ik sta op een bepaald niveau, maar ik moet een aantal stappen bijzetten. Er wordt vaak een programma, een verbeteringsprogramma gestart. Nou, ook daar kun je dan over rapporteren waar je staat binnen de organisatie rondom informatiebeveiliging. Nou, wat zijn dan wat voorbeelden? Dat hebben we op de volgende pagina een paar opgenomen. Dat zijn allerlei dashboarding. Ja, op het moment dat je dashboarding gebruikt, kun je dus inzicht creëren en daar kun je naar handelen. En bijvoorbeeld de linker, even kort, zijn alle systemen gepatcht conform de laatste richtlijnen. Tot aan bijvoorbeeld rechts een percentage van medewerkers dat op een phishing e-mail klikt. Nou, dat is een vrij hoog percentage wat je hier als voorbeeld ziet. Nou, advies zou daarna zijn een stukje educatie en een maand later of 2 maanden later weer een poging. En hoop toch echt dat het percentage zakt wat op zo'n mail klikt, om maar wat te noemen. Nou, er zijn natuurlijk allerlei variabelen waar je kan draaien, maar dit maakt het wel meetbaarder en zichtbaarder van waar je staat als organisatie, wat je belangrijk eigenlijk vindt. Nou, en die kun je volgens koppelen aan allerlei trends natuurlijk die er zijn. Nou, op de volgende pagina zien we het NIST framework 2.0 staat. We hebben dus NIST 2, maar ook NIST 2.0. Dat kan snel tot spraakverwarring denk ik leiden. Dit is eigenlijk een bekend raamwerk in de cyberwereld om gewoon de volwassenheid van je cyberweerbaarheid te kunnen toetsen. En het 2.0, het verschil met de 1.0 is eigenlijk dat gele middenkader wat je ziet, het cover. Daar zal ik straks nog even op toespitsen. Maar je ziet eigenlijk vanaf blauw rechtsboven identify tot en met recover. Cyberweerbaar is niet, ik heb een firewall, daardoor kunnen ze niet inbreken. Nee, cyberweerbaar wil ook zeggen, op het moment dat ik gehackt zou kunnen worden bijvoorbeeld, dan weet ik wat ik zou moeten beveiligen. Dan weet ik ook dat ik kan detecteren dat ik gehackt word.
Dan kan ik hopelijk snel reageren op zo'n calamiteit die op mijn netwerk zich bevindt, maar kan ik ook snel herstellen. En dat zijn eigenlijk die 5 geleidingen, zeg maar, in dat document, waarbij governance eigenlijk zegt, nou ja, vanuit een stukje beheersing moet je eigenlijk zorgen dat je overal voldoende aandacht aanbiedt, zowel dat identificeren tot en met recover. En daar moet je denken aan van, nou, risicobereidheid van een organisatie. Ben je bereid tot risico's te nemen of wil je het enorm laag hebben? Dus je toleranties van bijvoorbeeld rondom risicobeheer. En hoe kijk je ook aan bijvoorbeeld richting de cybertoeleveringsketen? Nou, daar zie je eigenlijk dat de NIST 2 dus elementen meeneemt ook van de NIST 2. Dus het is echt een behoorlijk goed model om gewoon jezelf te kunnen meten waar sta ik nou aan de lat en hoe volwassen ben ik op dit terrein. Nou, dat is gewoon een mooie stap. En het is ook bruikbaar toepasbaar voor het MQE onder andere. En met name bij dat governance slaat het echt aan bij de rol die bestuurders hebben in dit belangrijke domein, ook vanuit de NIS 2 wet en regelgeving. Nou, als je dan kijkt naar een aantal vragen die je zelf kan stellen, dan komen er wat pop-upjes. Dus dan moeten we ook een paar keer zo direct doorklikken. Bij Identify bijvoorbeeld begint het gewoon simpelweg, ja, weet je eigenlijk wat je hebt en hoe kan je het nou eigenlijk beschermen? Maar met name ook van wat zijn eigenlijk de toekomstplannen die op onze organisatie afkomen? Als je dat namelijk weet, dan kun je ook reageren, ja, leidt dat tot misschien bepaalde andere risico's? Nou, vanuit een toezichthouder rol kun je ook vragen, hoe is de continuïteit van mijn IT-voorziening geborgd? Bijvoorbeeld in die fabriek, operationele technologie ligt plat, ja, ben je dan meteen out of business of heb je een fallback plan? Nou, bij het beschermen bijvoorbeeld kun je meteen denken aan de wijze waarop wij mensen ons bijscholen met allerlei nieuwe wet- en regelgeving of verandering. Hè. We zijn nog altijd de zwakste schakel doorgaans. Maar ook maar zijn er eigenlijk procedures rondom een stukje beveiliging, wat wij dan noemen toegangsbeheer, patchmanagement en dergelijke. En test je dat en geef je daar een terugkoppeling van. Nou, wat ook een goede is detectiemogelijkheden. We zien steeds vaker dat de applicaties en systemen gebruikt bij onze organisatie, die worden zeg maar ontsloten, wat we noemen naar een SIEM of een SOC oplossingen. Dat zijn oplossingen om eigenlijk te controleren wat er op je netwerk gebeurt en om te acteren. Nou, dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we ook vaak dat de helft van de systemen van de organisatie nog niet ontsloten is op die snelweg en dus eigenlijk nog niet gezien wordt door zo'n beveiligingsmethodiek. Nou, ook daar moet je naar goed kijken van wordt nou alles ontsloten en wordt bekeken. En als je een afwijking detecteert met elkaar, hè, dat kan heel simpel zijn, iemand logt in om 9 uur in Italië en 9:05 in Japan, dan kun je je vraag stellen van klopt dat wel? Nou, dat kan natuurlijk een afwijking zijn en dat kun je met elkaar bespreken, maar je moet ook inrichten en ook een actie op ondernemen. Nou, en welke rol speelt je leverancier daarvoor op in? Nou, de laatste is dus de nieuwe schil, dat is de govern. Is eigenlijk, ja, hoe vindt nou die risicobeheersing eigenlijk plaats? Wie zijn erbij betrokken binnen de organisatie? Hoe actueel zijn de risicoanalyses? Nou, we zien best wel vaak dat risicoanalyses nog niet actueel meer zijn. Dat mensen het ook lastig vinden om juist het duidelijk te geven aan het niveau van risico's die je mag onderkennen. En dan wordt het dus ook lastig om vervolgens te kijken, maar wat zijn dan de maatregelen die ik zou mogen verwachten? Nou, en ook een belangrijke is, zeker bij wat grote organisaties, ja, wie is nou eigenlijk waarvoor verantwoordelijk? Nou, je ziet dat de NIS 2 framework er echt naar kijkt en je ook kan helpen om die duidelijk te maken hoe relevant het is voor je organisatie. Waar sta je nou op het volwassenheidsgebied rondom bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid binnen organisaties? Nou, de andere slide, laat nog even 2 andere voorbeelden zien. En dan heb je het met name over het respons. Wat ik eenmaal zei, op het moment dat je geraakt wordt, wat moet je eigenlijk nou doen? Nou, ik heb bij diverse organisaties ben ik geweest die echt aanval zijn van een hackpoging, ook op het NOS-journaal zijn terechtgekomen. En dan zou het natuurlijk prettig zijn dat je van tevoren dat een keer met elkaar hebt doorleefd, hebt getest. En wat ga je nou eigenlijk zeggen? Wat zeg je nou wel op tv bijvoorbeeld of online? Of wat zeg je misschien ook niet, om ook niet de hacker natuurlijk in kaart te spelen? Wat zeg je tegen je leveranciers of je klanten? Dus test dat vooral wat je daarin kan doen. En als je test, wat zijn dan de resultaten ervan? En leer je daarvan? En ga je dan je organisatie daar weer verder op toepassen? Nou, dan zit je in het responsgedeelte. Nou, hopelijk kun je ook snel herstellen, het recover. En dan is het vaak de vraag van, ja, maar heb je nou een plan, de campagne klaar liggen? Als er iets gebeurt, hoe je terug kan komen? En op welke termijn kun je weer opnieuw werkzaam zijn met je IT en je organisatie? En zijn er bijvoorbeeld backups mogelijk? Een welbekend voorbeeld, denk ik, Universiteit Maastricht. Daar was ook een hackaanval, helaas succesvol. Was niet alleen de productieomgeving geraakt, maar de hacker kon ook de backupomgeving eigenlijk plat leggen. Waardoor Maastricht eigenlijk geen kans meer op kon.
Nou, ook dat soort dingen nemen wij uiteraard mee met de organisatie als we hierin begeleiden. Maar dat zijn stappen die je als organisatie zou kunnen maken en eigenlijk wel zou moeten maken. Enerzijds vanuit je eigen zorgplicht, denk ik, naar de eigen organisatie toe. Maar ook steeds vaker dat die wet en regelgeving rondom NIS 2 gewoon eraan zit te komen. Dus daar zul je iets mee moeten als organisatie. Nou, ik heb wat tijd gewonnen, denk ik, in de presentatie. En ik ben er bewust de laatste paar wat sneller doorheen gegaan. We kunnen ons voorstellen dat er wat vragen zijn. Ik zie op dit moment nog geen vragen komen in de Q&A. Er zijn wel vragen. Ah, super. Pieter vroeg bij het monitoren of dat ook proactief wordt gecontroleerd door de overheid. Dus een soort van ethisch hacken. Nee, in die zin dat niet. Maar waar ik kan wel kan voorstellen dat ze een toezichthouder, want daar hebben we denk ik nu wellicht over, de RDI bijvoorbeeld, gaat wel kijken naar wat voor een instrument heb je geregeld binnen de organisatie om überhaupt te kunnen monitoren. Hè, dat begint eigenlijk bijvoorbeeld weten wat je hebt, wat Wilke in het begin ook zei. Als je weet wat je hebt, weet je ook wat je moet beschermen, om wat te noemen. En als je weet wat je moet beschermen, weet je ook welke maatregelen je eventueel moet treffen. Nou, gecombineerd met risico's, maatregelen, kun je dus ook over rapporteren waar je eigenlijk staat. En ik kan me zo voorstellen, als een autoriteit, als het RDI naar je toe komt en je kan niet aantonen wat je risico's zijn, je kan niet aantonen wat je maatregelen zijn, dan sta je eigenlijk al 2-0 achter in een gesprek met een toezichthouder. Dus of zij daar proactief gaan controleren of je dat hebt, het zal een onderdeel zijn van wat je eigenlijk wordt geacht in je huishouding gewoon te hebben, namelijk goede monitoring op de risico's die je ziet en dreigingen rondom cybersecurity. Kijk of er nog een andere vraag kwam. Dit was denk ik de vraag. Ja, Sander had, maar Sander is ook uitgegaan zo te zien nu. Maar die vroeg nog even of de sheets nagestuurd worden. Dat doen we. Dat is geen probleem. Ze komen in PDF-vorm jullie kant ook nog op. Kijk. Zijn daarmee alle vragen beantwoord, Benja? Voorlopig wel, maar misschien dat er nog vragen komen. Maar als er geen vragen meer komen, dan wil ik in ieder geval jullie bedanken voor de aanwezigheid en de vragen die gesteld zijn. We gaan uiteraard, wat we zeiden, de presentatie nog naar jullie toesturen. Mochten er vragen over zijn, dan kun je uiteraard ons bereiken, onze contactgegevens erbij worden toegevoegd. En zodra de consultatie voorbij is en er is weer wat nieuws te melden, dan zullen wij ons weer even melden en weer als deze manier weer een toelichting geven over wat we merken bij de wet en regelgeving. Wil ik u danken voor de tijd. Er is een vraag bijgekomen. Oh, kijk, super. Er wordt gevraagd of er eisen zijn aan welke monitoring je moet hebben. Dus ik denk over de tool. Ja. Zijn er eisen aan welke monitoring je moet hebben? Oh, zo de eisen. Nou, er zijn niet formele vereisten in die zin dat men voorschrijft dat je met bepaalde methodiek moet hanteren of een bepaalde techniek moet hanteren. Er wordt wel gezegd in het algemeen, een bestuurder bijvoorbeeld of directie moet in alle tijden op de hoogte zijn van de cyberdreigingen die er zijn, de risico's die men ervaart en de eventuele geslaagde of niet geslaagde hackpoging. Dat is een beetje wellicht algemeen antwoord, maar het gegeven is daardoor ben je als organisatie dus wel vrij om dat te kiezen wat bij jou relevant is. Nou, ik noemde net SOC en SIEM als toepassingen. Dat zijn zaken die we steeds vaker zien bij organisaties waar je kan aansluiten om die controle te verbeteren. Wellicht door een professionele organisatie die dagelijks daarmee te maken heeft en niet iets wat je zelf dagelijks wellicht doet. Ik weet niet of Wilke nog een andere aanvulling heeft. Ja, ik denk dat helemaal eens. Hè. Dus zeker voor middelgroot en klein moet je uit dat soort omgevingen gewoon genoeg tellertjes kunnen halen als het ware. Hè, om, als je wat groter wordt, dan zie je wel opkomen zetten de GRC-systemen, Governance, Risk en Compliance, die met name dan voor de organisatorische kant ook het voldoen aan bepaalde normen bijhouden en ook bewijsmateriaal verzamelen en dat ook echt in kleurtjes tot uiting brengen. En dat is vaak wel voor bestuur, commissarissen bijvoorbeeld, zijn dat wel goede tools om, om ook wat die vatten heel eenvoudig samen om goed te laten zien waar je staat ten opzichte van kaders. Dus ik denk inderdaad in aanvulling op wat Maarten zegt, verwacht ik eigenlijk dat als je wat groter wordt en je moet aan dit soort toch wat groeiende kaders voldoen, dat GRC-tools ook wel een vlucht zullen nemen. Daar zijn er een aantal van in de markt natuurlijk, ook van klein tot grootschalig. Maar... Ja, dat is een goede toevoeging, dankjewel.
toch even cross de check vragen mee af nog toevallig nog een andere vraag binnengekomen is. Oh, momenteel niet. Nee? Nee. Nou, dan nogmaals dank alle deelnemers. Ja. Prettige avond. En zodra er weer wat nieuws te melden is, dan zullen wij ons ook weer eventjes van ons laten horen. Ja. Dank jullie wel. Dank je wel allemaal. Jo. Tot ziens. Bedankt.